Goedemiddag, welkom bij deze nieuwe episode van Cities Skylines. Opnemen is soms niet zo heel leuk om te doen, maar... ik had net een opname gemaakt, die ging niet zo heel erg goed. Maar ik ben er nu. Dus, in deze stad, hè, Texel, we hebben natuurlijk al een inwonersaantal van rond de 2000 mensen. We hebben ook al bijna openbaar vervoer unlocked. Wat kunnen we nog meer toevoegen om ervoor te zorgen dat wij een goede... gestructureerde stad gaan ontwerpen. Zoals Texel hier, wat wij hier dus aan het ontwerpen zijn en aan het bouwen zijn. Nou, daar is dus een mod voor om te zien hoe jouw stad eruit ziet op een kaart. En die mod heet CSL Mapview. En CSL Mapview kan je exporten en run viewer. Als goed is had hij hem al geladen bij mij, dan laat hij hem dan nu... Dan maar voor de tweede keer. Dat is bij de vorige opname. Ik had het niet afgesloten. Hier kan je dus zien wat we tot nu toe hebben aan roads in onze stad. Je ziet hier ook nog de paadjes die we hebben in onze stad. En de paadjes die dan ook zijn voor de parkjes. De parkjes hier. We kunnen hier ook zien wat de lijst is aan buildings in onze stad. We zien ook hoeveel er zijn in onze stad. Welk symbool daarvoor wordt gegeven. Voor een politiestation daar hebben we er twee van in onze stad. En twee apart denk ik ook dan maar. Die zie je dan hier, een aantal daarvan. We zien ook nog de medical clinic, de landfill site, hè, daar vuilnisbelt, de brandweerkazerne. Daar hebben we ook al twee van. Ook blijkbaar twee, de andere stel. Dan hebben we ook nog de coal power plant en we hebben ook nog de... Coal power plant? Ja, die hebben we ook nog, ja. En we hebben ook nog de middelbare school, de high school. Wat dan in de VS dan high school heet. Community school hebben we dan ook nog, dat is die ene... bijzondere middelbare basisschool waar minder elektriciteit en waterkosten. En zo zie je dus alle buildings, ook de buildings die worden gegeven wanneer ze een bepaalde grootte hebben. Dus onze residential en commercial zit hier ook in. Kan je ook hier onder laten vallen. Beautification is dan, laten we zeggen, gebouwen die dan worden gezien als in dit geval als voor parkjes. Bouncy Castle, parkjes, Japanse parkjes, daar hebben we ook al 7 in onze stad van. Maar je ziet ook nog de commercial zones, hoeveel dat is in, ja, hoeveel shops je hebt van bepaalde grootte. Maar ja, dat is dan duidelijk. Hier kan je dus zien hoe de map grootte wordt ingedeeld. 9x9, 5x1, 5x1, niet zo bijzonder om naar te kijken. Maar wat wel bijzonder is dan als je kijkt naar een grid. We weten dus dat we al 2 stukjes hebben unlocked in onze stad. We hebben deze stukje hier. Deze plot hier. En we hebben deze plot hier. Oké, zeg je dan. Dus wat kunnen we dan doen om ervoor te zorgen dat onze stad... Hoe dat gaan we verder gaan uitbreiden? Want we hebben al best wel veel hier gebouwd. Qua roads en qua residential en andere zones. Ik zit aan te denken om dit toch nog vol... te bouwen dit hier met residential zones. Of misschien toch nog parks maken. Het ligt er natuurlijk aan hoe we dat willen gaan doen. Hoe we onze stad gaan uitbreiden. Dus dan natuurlijk wel rekening houden dat er een aantal areas nog steeds. Waar ik het vorige video dus ook over had. Dat die dus industrial zones zouden worden. Industrial areas. In CSL Mapview. En dat is dan CSL Mapview deze hier, ja. Daar had ik, goed dat ik deze open nog heb gelaten. Daar heb ik dus een aantal dingen aangepast. Je hebt dus de visibility van buildings. Die staat hier aan. En je hebt ook nog de symbolen. En de grid staat hier ook nog aan. Hier zie je onze windmolens. Hier zie je onze andere service buildings waar ik het net over had in de buildingslist. En wanneer we dus ook nog public transport hebben, openbaar vervoer. Dan worden die ook nog meegerekend. En die zorgen dus dan voor... Die kan je dan nog mergen, de stations waar ze dan staan. En je kan ook zeggen, want ik wil alleen de buslijn zien, ik wil alleen de tramslijn zien. En zo kan je dat dus zien voor de meerdere dingen. Iets waar ik zelf een fan van ben is een beetje kijken van hoe ik mijn stad wil uitbreiden. En hoe ik altijd ervoor wil zorgen dat de stad toch een beetje, ja, niet te onrealistisch eruit ziet. Dit ziet er natuurlijk nog niet zo heel realistisch uit. Er zijn steden natuurlijk die zien er misschien meer uit als dit dan andere steden. Ik heb maps gezien van CSL Mapview op het internet. En dan denk ik mezelf van, dat is zo blokkerig of dat is zo kronkelig of wat dan ook. En
Helemaal niet erg, want dan kan je zien hoe je dus je stad ontwikkelt per savefile. Je kan ook deze maps kan je bij elke save kan je gewoon deze exporter, deze CSM Mapview mod aanzetten. En dan kan je dus zien hoe je je stad hebt gebouwd van een klein gedeelte van de stad naar een groot gedeelte van de stad. Mits je natuurlijk daartussen een aantal keer hebt opgeslagen. Dit heb ik dus ook gedaan voor een stad die heet Wolferen. Wolferen, dat heb ik zo maar genoemd. Daarvan lijkt me een leuke naam. Het was op een sneeuwmap. Een sneeuwmap is al wat uitdagender met een paar dingetjes. En wat ik hier had gedaan is dat met Wolferen had ik al wat van de stad gebouwd. Ik denk dat het hier ook te zien is hoe de stad is begonnen. Oh, hoe de stad is begonnen hier. Een klein stadje hier. Lijkt misschien nu nog heel blokkerig. Is het ook wel een beetje. Met hier wat windmolens, heel veel windmolens. En zo ben ik dus verder gegaan. Hier staat hij, even kijken. Hier had ik al een nieuw deel bij gebouwd. Hier had ik eigenlijk, wat ik nu nog met Tesla niet heb gedaan, maar hier had ik al een beetje gekeken naar hoe ik deze twee roads met elkaar wil connecten. En dat het later highways worden. Toen, in de volgende gedeelte had ik toen de openbaar vervoer toegevoegd, de tramlijnen. Hier een klein beetje industrial area en hier een wat grote industrial area. Toen had ik, even kijken. Toen had ik hier de nog meer toegevoegd. Ik had hier ook was ook een campus begonnen. Hier staan wel de districtnamen op. Dus ik vind zelf districtnamen niet zo heel handig om deze erop te zetten. Omdat het heel erg in de weg zit van wat je eigenlijk wilt zien van je map. En dat zijn natuurlijk al die kleine gebouwtjes en weet je ook. Ziet er niet zo heel mooi uit van een afstandje. Maar hier ziet het echt vreselijk uit. Ik had ook wat Finse naam gegeven. Omdat ik laatst ook Fins aan het leren ben. Of Wolven gaan. Dat heb ik zelf bedacht. En toen ben ik verder gegaan. Even kijken. Deze hier. Dus dan een backup save. Ik was toen met een aantal dingen bezig. Dus dat was dezelfde A24 save. Maar dan met een backup. Zo sla ik dingen op. En weet ik ongeveer waar ik ongeveer was. En hier zie je, ik heb mijn campus heb ik uitgebreid. Ik heb hier ook de optie aangezet dat ik mijn verschillende lijnen zie van het openbaar vervoer. Ik zie hier ook dat mijn industrial area voor vissen en voor agricultuur, voor landbouw, hier ook op staan. Dus het ziet er wel mooi uit nu. Het ziet er niet heel erg mooi uit, maar je ziet al dat het al iets gaat worden. Dat ergens een richting opgaat. Met hier de treinbanen heb ik hier zo gemaakt dat het niet te ver uit elkaar is. En dat hier genoeg stroom is aan trucks, maar niet te veel stroom. Dus niet te veel grote stroming aan goederen. Iets wat ik met deze map heb, waar ik een beetje een hekel aan heb gekregen, de laatste tijd dat ik aan heb gewerkt, is dat veel gedeeltes van deze stad, hoe kan ik dat zo zeggen? Dit is natuurlijk een hele drukke snelweg met al dat wat er omheen zit. En ik zou heel graag willen connecten met dit hier, maar dit kan ik nog niet unlocken, want ik heb deze tile nog niet. Ja, en de andere is natuurlijk ook dat deze industrial area, die produceren goederen, die weer worden gebruikt voor de commercial zones en de office zones. Office zones die produceren ook bepaalde goederen aan andere delen hier. Dus en ik gebruik hier ook nog op deze map de simpele one-way. Kijk, de basic road die je unlockt. De basic road die je ook hebben gebruikt hier in onze stad. Dus hoe ga ik ervoor zorgen dat deze, dat ik de drukte van verkeer hier verlicht? Nou, dat heb ik al deels gedaan door hier snelweg te bouwen. Om hier ook, ik denk dat deze staat niet aangegeven, maar hier had ik dus ook een afslag gemaakt voor de snelweg en andere C-file. En door ook andere gebieden te hebben waar goederen geproduceerd worden. En dus die treinbaan neer te zetten waar die goederen dan binnenkomen. Oké, het is nog steeds te veel. Oh, laat bijna van mijn bureau af. Dus ik wil ervoor zorgen dat ik dit decentraliseer. Als ik decentraliseer bedoel ik dus daarmee dat ik deze op een andere plek zet op deze kaart. Hè, dat ik het ergens anders bouw waar ik wel de ruimte heb. Ik heb als goed is deze tiles hier unlocked. En hier in deze tiles die ik heb unlocked, daar kan ik dus bijvoorbeeld hier, op een ander punt, kan ik dus die industrie bouwen. Waardoor deze industrie hier
geen effect heeft op de andere zones hier in de buurt. Als het gaat om vervuiling, ground pollution. Vooral deze stukjes hier die nog wat. Vooral deze stukjes hier die wat makkelijker. Aangetast zou kunnen worden aangetast als in. Niet zo leuk vinden dat ze dingen gebeuren. Hè? Dus dat is het idee daarvan, om dat dus te verplaatsen. En dat er alleen maar de goederen worden binnengebracht met trucks van de treinbanen. Of hiernaar enkele trucks via de snelweg. Wat ik zelf wil voorkomen, dat er natuurlijk goederen van buiten komen. Je wil natuurlijk self-sufficient zijn, zelfvoorzienend zijn in je eigen goederen. Een stad zoals Rotterdam heeft genoeg goederen die het binnenkrijgt om de hele stad te voorzien van eten en drinken. Eigenlijk heel veel goederen, ook van apparaten, andere voertuigen, alles zo'n beetje. Dus alleen, ja, je wilt ook voor zorgen dat die goederen natuurlijk ook geëxporteerd worden. Hè? Dat je dus daarmee geld verdient. En dat je ook nog een deel daarvan voor jezelf kan gebruiken. En dat is dus iets wat CSL Matthew heel handig is, om je stad dus verder vooruit te plannen. In de zin dat ik wil verder gaan met deze stad. Ik wil meerdere industrial areas bouwen, meerdere residential buildings bouwen. Ik wil ook dit stukje hier opvullen met een, als het goed is, in een of andere, ja deze hier, kan ik zien dat er wat forest, wat bos is. Hier wil ik dan een andere industrial area bouwen. Ik heb dus heel veel ideeën hiermee wat ik wil gaan doen. Het probleem zit in het feit dat ik dus wel de stad wil uitbreiden, maar dat ik wel voor me moet zorgen dat alles wat er binnen die stad gebeurt ook goed gaat komen. Dat er genoeg goederen zijn voor de commercial zones. Dat de industrial areas, ja, met deze kleine wijk hier, genoeg banen hebben. Zodat niet te veel mensen hier via hun en aan het opnemen. Dankjewel. Is dat ik ervoor zorg dat ik dus vooruit plan in wat ik met mijn stad ga doen. Dat is heel handig, dat is heel nodig, dat is hard nodig. En zo kan je met je zien ook hoe je stad van boven eruit ziet. En ook voor zorgen dat je een beetje een. Het is ook wel leuk om je eigen stad te kunnen zien. Op een kaart, hè. Ik weet het, net zoals met die kaart die je vroeger gebruikte in plaats van Google Maps. Hadden we natuurlijk vroeger gewoon dan die kaart die ergens komt bij ANWB of andere iets. En dan hebben we zo van, hey, dat zijn mooie kaarten. Maar ja, niet zo heel handig, want nu we alles op ons mobiel hebben. Maar het leuke is om zo'n kaart gewoon te zien wanneer je een spel speelt, zoals City Skylines. Waarin je je stad kan zien en hoe je dat verder wil uitbreiden. Ik ben blij met deze stad, over het algemeen. Ik heb meerdere steden gebouwd, maar ik ben over het algemeen blij met deze stad, hoe het eruit ziet. Met Texel gaan we natuurlijk ook wel wat verder mee, met Texel. En dan zien we natuurlijk hier dat we zoveel ruimte hebben om uit te breiden. Meer dan zelfs dan op Wolfram, dacht ik. Dus we hebben. Dat is wel duidelijk hoor. We hebben natuurlijk veel ruimte om uit te breiden. En we hebben natuurlijk ook gezorgd dat alles wat er binnen daar dus goed werkt. Ik ga eigenlijk niet verder bouwen in deze episode. Ik wil heel graag gewoon die CSL Matthew een beetje uitleg geven. Even kijken, waar staat nog meer in CSM Matthew? Ik wilde. Je hebt de settings hier, daar kan je ook een beetje mee spelen. Je ontdekken. Sommige dingen gebruik ik niet echt. Bijvoorbeeld miscellaneous, daar kijk ik niet echt naar. Ik kijk ook niet echt naar vectorized terrain. Tenzij dat, ja, de vectorized terrain zorgt ervoor dat het ietsjes, ja, ietsjes minder clutter is. Het zal dus alles één kleur geven voor een bepaalde, onbepaalde hoogte. Wat ik zelf niet echt nodig vind. Tenzij het echt nodig vindt. Je ziet wat duidelijker de hoogtes. Hoogteverschillen. En ja, hier kan je dan een beetje mee spelen en een beetje ontdekken. Het is een leuke mod. Het is natuurlijk gratis op de Steam Workshop. En zo kan je dus mee ontdekken hoe je dus je stad wil gaan uitbreiden. En hoe je stad dan ook van boven eraf uitziet. Het is altijd leuk om je stad te kunnen zien. Hè? Al niet, als het niet in de game is, dan wel op een kaart in een mod. Ik laat het bij deze episode hier. En ik hoop dat jullie wel iets van geleerd hebben. In de volgende episode wil ik graag de volgende mijlpaal bereiken. Dat is 2400 mensen. En dan hebben we dus public transport, openbaar vervoer, unlocked. Ik zat eraan te denken of om een trambaan te bouwen of iets anders. Hè? Een busbaan of een busstation ergens. En dan gaan we daar verder mee de volgende episode.
En ja, dat is een beetje waar ik het wil laten. Doei doei.